De NDP-fractie heeft vandaag de zaal verlaten uit protest tegen het niet toelaten van Sergio Akinbuto tot de huishoudelijke DNA-vergadering. DNA-voorzitter Marinus B. zegt dat Akinbuto geen convocatie heeft ontvangen en daarom de zaal niet mocht betreden. NDP-fractieleider Rubin Permeser vindt dit echter onterecht. Hij baseert zijn mening op de brief van president Chandrika Prasad Santokhi aan het parlement. Dat is vrij vergaan. De voorzitter heeft die bevoegdheid niet, want de heer Akinbuto is nog steeds lid. Ja, en dat begrijpt u dan, dat de NDP-fractie om deze gang van zaken heeft zakelijk niet anders heeft dan heftig te protesteren tegen de willekeur. De fractieleider neemt als belangrijk vertrekpunt de schriftelijke mededeling van president Santokhi aan de assembleevoorzitter dat er geen rechtsgevolgen verbonden kunnen worden aan de brief van Akinbuto, waarin hij bedankt als lid van het parlement. Wat is het opmerkelijk ook, voordat het parlement die brief van de president had ontvangen, heeft het parlement een brief gericht aan de DC van Burkopondo. En ze hebben ingezien dat ze voorbarig zijn geweest en ze hebben die brief teruggenomen. Ik heb met de griffier gesproken, ik wou kopieën daarvan hebben. De griffier heeft mij gezegd van we hebben die brief teruggenomen, dus die brief bestaat niet. Dat was NDP-fractieleider Rubin Permeser. De bedoeling was dat op de huishoudelijke vergadering de intrekking van de ontslagbrief van Akinbuto ook aan de orde zou komen. Permeser liet weten dat de bijeenkomst is verdaagd.